In deze vlog zullen we het hebben over rouwen en herdenken. Want aan het einde van een oorlog zijn die zorgen natuurlijk niet voorbij. Hoe ga je om met wat gebeurd is? Hoe geef je een plek aan al dat verdriet en die pijn? Rouw kan vele vormen aannemen. Käthe Kollwitz maakte deze beelden voor haar zoon Peter, die in 1914 sneuvelde. Nog nooit waren in een oorlog zoveel slachtoffers gevallen. Uit alle lagen van de bevolking kwamen mannen en jongens om hun leven te geven voor staat en vaderland. En dat land zou hen blijven eren en herdenken. Ze waren niet voor niets doodgegaan. Ze stierven voor hoge idealen, zoals vrijheid, democratie en, jawel, het vaderland. Their name lives forevermore. Een citaat dat rond 190 voor Christus geschreven werd. Dat hun namen voor eeuwig mogen leven. De Britten herdenken iedereen die in dienst gesneuveld was op een individuele en gelijkwaardige manier. Omdat ze nu eenmaal gelijk waren in de dood. En net omdat ze gelijk waren in de dood, mocht niemand van hen naar het thuisland gerepatrieerd worden. En net daarom zijn hier zoveel Britse begraafplaatsen in deze streek. In Frankrijk ging het er helemaal anders aan toe. Families die broers, vaders en zonen hadden verloren, bleven druk uitoefenen aan de overheid van Frankrijk om die terug naar huis te halen. Onder druk van die families gaf de Franse regering toe. Vanaf 1920 werden de lichamen naar Frankrijk gerepatrieerd. Zij die bleven, werden verzameld op plaatsen als deze. De grond waar de Britse militaire begraafplaatsen gesitueerd zijn, heeft België geschonken aan het Britse gemenebest. Maar voor de Duitsers lag dat verhaal wat anders. Zij kregen de grond voor 30 jaar in pacht. Na het verstrijken van die huurtermijn en een Tweede Wereldoorlog ertussen, wilden veel Belgische grondbezitters hun terrein terugkrijgen. En dus werd er in overeenkomst met de Belgische overheid beslist de Duitse begraafplaatsen te reduceren tot 4 grote verzamelbegraafplaatsen. En het Belgische verhaal, hoor ik je vragen. Wanneer Belgische soldaten om het leven kwamen, werden die door de familie het liefst thuis begraven. Maar soldaten uit bezet België, die konden niet naar huis. Die werden op Belgische militaire begraafplaatsen bijgezet. En na de oorlog bleven er sommigen en anderen werden terug naar huis gebracht. Arsène Coenen raakt op 3 november 1917 zwaar gewond in Oostkerken en wordt daarna overgebracht naar een hospitaal in Vinkem, waar hij een week later zou bezwijken aan zijn verwondingen. Achille van Wallenhem schrijft hier op 14 november het volgende over. De soldaat Arsène Coenen van Dikkebus, die zaterdagnacht overleden is in het krijgshospitaal van Vinkem, wordt vandaag plechtig begraven in Westouter. Dus Arsène raakt gewond in Oostkerken. Hij komt om het leven in het hospitaal van Vinkem, wordt daarna overgebracht en begraven in Westouter omdat zijn ouders wellicht naar daar gevlucht waren. En na de oorlog wordt hij hier in Dikkebus herbegraven. Tot nu toe hebben we het alleen nog maar gehad over de soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar wat met die vele burgers die om het leven kwamen? Was het voor het vaderland? Voor eer en glorie? Wanneer zij stierven door ontploffende granaten, is hen soms zelfs geen laatste rustplaats gegund. Maar er zijn wel de oorlogsmonumenten waar hun naam vaak vermeld wordt. Ziet hier de burgers naast de namen van de gesneuvelde soldaten. Allemaal slachtoffers. Moeders, zussen, broers, ooms, tantes, nichten, vrienden.